idee hoe dat moest werken, maar daar was het nog echt niet mee te breken. Toen is een eigen kaartje, interface-kaart gemaakt voor die disdruis aanstuur en zijn eigen systeem gemaakt. Ja, ja. Dus het systeem van Apple is heel anders dan. Is deze disdruis dan zelfs specifiek van de Apple? De mechaniek is van Sugar, het puntplaatje wat er bovenop zit, is het ontwerp van de Apple. Ja. En het kaartje waar die mee aangestuurd wordt, die in de Apple steekt, wordt van. Met deze dingen wat Apple in de computer. Als kleine computer zit, dus dat juist gaat wel in de dag. Ja, is een computer, je kon alles mee doen. En als je wat wilde, dat is het niet een schone kopje kaart is, dat je het doen. What is this? What is that? Ja, dat is een computer. Dat is cool, like a present. Supermarkt. En dan daar hebben we echt zo'n grote bordel. You don't have a desk? Ja, ja. Waar meer kaarten voor de zitlijn en zo. Het is old? Ja. Ja. De late 1970s. Dit programma misschien bekend? Nou, de naam wil gewoon lekker doorgepraat, nee. Ik gebruik Apple nummers. Daar kun je alles mee. Ja, maar dat kan nou niet op een moderne computer, dat is ook een dagelijks terug. Ja, de database bijvoorbeeld, die in Apple-nummers, daar kon ik wat mee doen. Maar... Je kon die database aan de rest koppelen en je kon er seriebrieven mee schrijven. Ja. Dat nul had dat programma nou uit de markt. Hoe meer zie dat wel zijn? Dit is Fysica. Dat was het eerste zakelijke programma voor de Apple beschikbaar is. En je kan dat alsnog gaan gebruiken, want staat die per dag. We hebben een bijzonder museum. We missen iets. Bordjes voor grote apparaten hebben we niet. Ik zie het. Dat is een hoge waarde. Ja. Je mag al die machines met die benoemen en spelen. En waardoor het is een museum dat werkt en daar zijn ze voor. Het programma, dat Fysica, het draaide de eerste 2 jaar alleen maar op de Apple. Gaf even die disdruis. Ja. Dus Apple was van plan een Happy-computer te bouwen. En wat ze verkopen was een zakelijk computer. En daarmee is Apple dus het merk dat blijft bestaan. En geld heeft voor ontwikkeling. En Commodore en Atari en TRS-80 en Telecom. Leek als spelcomputer. Dat is dus het originele visiekaart waar Apple mee groot maakt. Oké. Vond je niet bekend voor zeker? Nee, absoluut niet. Nou, jawel.